Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van maandag 13 maart van Weerplaza. Vandaag was het niet overal even mooi en dat kunnen we goed zien als ik het satellietbeeld van maandag 13 maart erbij haal. Er trok een storing over het noorden van het land en die leverde laaghangende wolking en mist op in het noorden en op de Wadden. Maar in het midden en zuiden van het land was het weer onder invloed van een hoge drukgebied. En voorlopig blijft het weerbeeld nogal wisselen, want we hebben te maken met een stroming vanuit het westen. Op de computerberekeningen zien we datzelfde beeld terug. Af en toe trekken er wolkenpartijen over onze omgeving, maar soms klaart het ook eventjes op. Er wordt weinig neerslag verwacht, want het weer is nog steeds onder invloed van een hoge drukgebied boven het noorden van Frankrijk. Dat betekent voor vanavond een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen bij een matige noordwestelijke wind. En vannacht klaart het soms ook op, is kans op een paar mistbanken en nevel en de temperatuur gaat dalen naar 2 graden in het oosten van het land. En vlak aan zee ligt de minimumtemperatuur rond een graad of 4. En morgen hebben we ook niet overal hetzelfde weerbeeld. Met name in het noordwesten en westen van het land zijn wolkenpartijen. Meer richting het oosten en zuidoosten van het land is wel ruimte voor de zon. Onder de bewolking wordt het niet warmer dan 10 graden en als de zon enige tijd schijnt wordt het 14 tot 16 graden en daarmee is het lenteachtig. En ook op woensdag is het nogal verschillend van plaats tot plaats, maar het is prima weer om naar de stembus te gaan. Vooral in het zuiden zijn er wolkenpartijen en in het noorden en midden van het land zijn er perioden met zon. En met 12 tot 14 graden is het nog steeds vrij zacht voor de tijd van het jaar. Dan is donderdag de warmste dag van deze week met 13 tot 16 graden. Het is rustig en overal vrij zonnig, maar vanaf vrijdag gaat het weer veranderen. Later op de vrijdag neemt de kans op regen toe. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.